welkom. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van je favoriete YouTube-kanaal Bieblab. Ja, Jolanda, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben zelfs al begonnen. Ja, Jeroen. Ja? Ik zit naar je te kijken en ik denk, wat ben je aan het doen? Ja, we hebben toch een nieuwe challenge, ondergronds bouwen. Ja, maar toch niet in de tuin? Niet in de tuin, maar hoe kom ik dan onder de grond? Nou, waar doen we altijd een challenge mee? Elke vakantie. Oh, ik snap hem. We doen een Minecraft challenge. En ja, we hebben elke vakantie hebben we zo'n challenge. En dit keer dachten we, hoe leuk is het als we ondergronds gaan bouwen? Jolanda, kom eens, kom eens. Ja, voordat we jullie uit gaan leggen wat de challenge nou eigenlijk precies inhoudt, kunnen we misschien eerst even een blik werpen op de eerdere opdrachten die we elke vakantie hebben gegeven. En waar jullie hebben gebouwd? Kijk maar even mee. Jeetje Jeroen, wat komt er heel veel moois uit die Minecraft challenges. Maar er gaat een nieuwe challenge vandaag beginnen. Nu. Maar je moet wel weten natuurlijk, wat ga je bouwen? Dus ondergronds, wat is de bedoeling? Nou, eigenlijk mag alles. Maar het moet onder de grond zijn gebouwd. Dus het mag een hele wereld zijn, een stad, een winkel, een heel grote villa. Maar als je boven op de grond staat, dan moet je hem eigenlijk niet kunnen zien. Dus bouw een valluik of een deur, zodat je naar beneden kunt. En ja, je kan het zo gek niet bedenken en je kan het maken. Dat is het mooie van Minecraft. Ja, dus eigenlijk is het idee, ga graven en ontdek wat je tegenkomt. Precies. En ja, doe dat wel tot 27 oktober. Want dan wat sluit er dan eigenlijk, Jolanda? Ja, dan houdt het. 27 oktober moet je inzending binnen zijn. Dus ja, dat doe je gewoon door foto's en video's naar ons te sturen. Je mag op je eigen server gewoon bouwen. Ja. Net als de vorige keer. Ja. Wij gaan alles bekijken. Mm-hmm. Of tenminste, jij gaat alles bekijken. Ja. Want ik ben er dan niet. Jorik gaat ook alles bekijken. Oh. Ja, Jorik gaat ook helpen. Oké, nou is goed. Ja, Jorik mag ook helpen. En dan gaan we jullie kijken wie er heeft gewonnen. Ja. En dan maken we bekend op 29 oktober om 3 uur, want we hebben dan weer een nieuwe game livestream zoals we die elke maand hebben. En dit keer gaan we Fortnite, maar dat doen we pas nadat we hebben bekendgemaakt wie de winnaar is van deze challenge en met een te gekke prijs naar huis gaat! Wat is de prijs, een schepje? Daar ga ik nog even over nadenken. Iets met Minecraft. Oké, dus 13 tot 27 oktober en dan... Oké, ik ga even kijken wat ik ga doen. Ja, Jolanda, ik ga ondertussen weer verder met graven. Dit schiet niet op. Ik heb een grote geschut. Ik weet het nog niet.